Volgens NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering in het Onderwijs, studeren er op dit moment ruim 112.000 buitenlandse studenten in Nederland. Dit is volgens NUFIC een recordaantal. Afgelopen jaar zijn er bijna 9.000 studenten uit het buitenland bijgekomen. Ze komen veelal uit Duitsland, maar ook Chinezen en Italianen weten ons onderwijs goed te vinden. In totaal studeren er studenten met 164 verschillende nationaliteiten in het hoger onderwijs. Ook de hogescholen in Leeuwarden merken dat de belangstelling van buitenlanders voor een studie in Nederland toeneemt. We hebben heel veel internationale studenten opstanden. We hebben ongeveer 21% aan internationale studenten hier. Dat is op onze Nederlandse vestigingen. Want we hebben natuurlijk een vestiging in Leeuwarden, maar ook in Emmen en Meppel, Assen en Groningen. En dat zijn er heel veel. Dat betekent dat wij een hele mooie gemêleerde studentengroep hebben. En ook een echte internationale classroom kunnen bieden. Dus een internationale klas. Ja. Het houdt dus in dat die buitenlandse studenten van alle nationaliteiten bij elkaar komen, zeg maar. Ja, we proberen juist heel divers te zijn in de klas. Dus we proberen zoveel mogelijk nationaliteiten te mengen in een klas. En dat is goed voor de ervaring. Hè. Men heeft verschillende perspectieven. Je kan leren met elkaar te samenwerken. Ze bekijken dingen weer van de andere kant. Zo kom je tot een rijkere oplossing. Je kan samenwerken met elkaar, samen leren. En dat is wat wij graag willen bij Stenden. Hoe kan het dat die buitenlandse studenten deze school in Leeuwarden zo goed weten te vinden? Nou, we hebben een goed bekendstaande opleiding. We hebben ook heel veel Engelstalige opleidingen. Zo hebben we natuurlijk de hotelschool, Stenden Hotel Management School. We hebben International Business and Management Studies. We hebben ook ITEPS bijvoorbeeld in Meppel. Daar kunnen studenten leren om voor een internationale klas te gaan staan. Maar ook niet alleen hier in Nederland, maar ook in het buitenland. Hè. Dat is heel erg populair, maar zo hebben we een international marketing hebben we ook. Dus we hebben heel veel Engelstalige studies en we staan ook redelijk goed bekend. Ik denk ook dat ze het goed vinden om hier te komen, dat ze inderdaad merken dat we meerdere internationale studenten hebben. Dus we zijn niet de enige, dus het is een groot percentage. En wat we natuurlijk ook hebben hier, wat we kunnen bieden, is de mogelijkheid om naar andere campussen van ons te gaan in het buitenland. We hebben nog campus sites in Thailand, in Qatar, in Bali en in Zuid-Afrika. En ook dat is natuurlijk een plus, die intermobiliteit. En ook dat onze staf die mogelijkheid heeft. Dus die zijn ook inderdaad op verschillende campus sites geweest. En die brengen ook hun ervaring met internationale studenten in de klas. Uit het onderzoek van NUFIC blijkt dat het voornamelijk gaat om studenten uit Duitsland. Merken jullie dat ook? We hebben inderdaad een soort van top 5 op dit moment. Dat heb ik vorig jaar, hebben we dat laten even uitzoeken. Duitsland inderdaad staat op nummer 1, China en ik geloof Roemenië, Bulgarije, Letland. En wat we nu zien ook op dit moment, dat er ook veel aanmeldingen zijn uit Vietnam, India. Dat komt wel een beetje overeen inderdaad met wat we ook net gehoord hebben. We hebben heel veel nationaliteiten hier bij Stenden en dat is ook heel erg leuk. Het zijn niet inderdaad alleen maar mensen uit China of alleen maar mensen uit Duitsland, maar het is heel gemêleerd. Dus we hebben echt van alles en nog wat hier. En ja, dat maakt het wel heel erg leuk. En dat vind ik ook wel, ik denk dat mensen het ook prettig vinden om dan hier te komen, omdat ze denken, hey, er zijn meerdere internationale studenten. Weet u ook of deze studenten na hun studie weer teruggaan naar hun land van herkomst of gaan ze hier in Nederland aan de slag? Ik ken niet de cijfers van Stenden, maar zoals ook al werd aangegeven landelijk is het zo dat best wel veel mensen hier blijven of veel studenten hier blijven. En dat brengt natuurlijk ook wel weer geld in de schatkist van Nederland. Dus het heeft inderdaad een positief effect op onze economie en dat is natuurlijk ook een mooi ding.